ben gewoon vooral heel erg nieuwsgierig. Ik heb heel veel zin in. Ik heb de voorstelling al gezien en ik ken natuurlijk de liedjes. En voor mij is het heel erg de muziek. Ik heb hem een aantal keer gezien, maar ik vind het elke keer weer feesten. Dus ik heb echt heel veel zin om vanavond weer uit de bol te gaan. Ik laat het over me heen komen en ik heb er ontzettend veel zin in. Het is mijn derde keer en ik heb er ook heel veel zin in. Het is een prachtige voorstelling, goede muziek, goed gespeeld, snel. Dus ik ga weer genieten vanavond. Ja, oh, what a night, kan je zeggen. Ja, het was echt oh, what a night. Ik was hier op de première van de Nick Messi en toen heb ik hem ook per ongeluk ontmoet. Even een praatje mee gemaakt en dat is heel leuk om hem nu weer te zien. En ja, het is gewoon cool. Je kan gewoon even informatie uitwisselen heel snel en even tips krijgen. Ik vind het heel leuk om iemand te spreken. Omdat die jongen, die Tommy DeVito, bedoelt het al 4 jaar. En die zei dat Tommy is echt wel de drive in de show en buiten ook. Hij zegt, Frankie is altijd bezig met zijn stem. En Tommy moet het echt laten en moet het echt losmaken bij iedereen. Hij moet echt die energie geven en die drive zijn. En dat vond ik wel leuk om te horen. De Four Seasons is de voorstelling onderverdeeld in 4 delen eigenlijk. Seizoen. 4 seizoenen. Mooi. En dat is, zo heeft iedereen zijn eigen deel. De vraag die ik zou stellen is, ja, wat was het hoogtepunt in je leven? Wat was het laagtepunt? Ik zou wel eens willen weten dat inderdaad, maar ook voor mij persoonlijk, want Nick Messi niet meer leeft. Of hij in zijn woorden kan omschrijven, in 1 zin of zo, hoe Nick Messi was. Ik ben heel benieuwd hoe hij naar de voorstelling kijkt, want overal in de wereld speelt zijn leven opnieuw af. En hoe hij daar afstand van heeft genomen of dat het hem juist nog raakt. Ik ben wel benieuwd hoe hij zijn stem nog zo goed had omdat hij wat ouder is. Dat vind ik allemaal knap. En wat voor hem een beetje de essentie is van de Four Seasons. Hello. Hello again. Let me take a seat. You know, you're always supposed to remember that. No matter how many times you've done it, to the audience that's there, it's the first for them. So you must never forget that. So you can't keep changing it. Mm-hmm. It has to have that kind of consistency. Are you going to see our show? I hope so. Talking about hope so. Hier zit iemand van 79 die gewoon nog al die hoge noten zingt. Dus ja, het lijkt wel iemand met recht van spreken, zeg maar. Als hij praat, dan word je gewoon naar hem toegezogen. En hoe hij praat, het is allemaal zo perfect wat hij zegt. Veel rust, niet drinken, niet roken, geen drugs. Dat gaat sowieso goed. Dus, Tim gaat zijn leven totaal omgooien. Ja, helemaal, hij wordt een vroom man. Inderdaad, ik ga dus een trooster ook in. Het is voor hem is het geheim, het is de kameraadschap. Het gaat over die 4 gasten samen, de vriendschap tussen de gasten. Alle 4 even belangrijk. Niemand moet zichzelf belangrijker maken dan de ander in het stuk en in het echt. Dat vond ik wel heel mooi. Ja. Ja, hij komt nog naar Nederland. Hij komt nog tussen voorstelling kijken. Geweldig. Bizar inspirerend. Ja. Gek gaaf. Ja.